Een gevaarlijk mens. Een verleider van de burger. Een bedrieger van het volk. Een pest voor de jeugd. Een schoffeerder van vrouwen. Een verkwister van zijn eigen en andermans geld. We zijn hier op de Nieuwmarkt. Het heette vroeger Sint-Antonismarkt. Hier begon de zeedijk richting eerst het zuiden en daarna het oosten richting Diemen en Muiden en de hoge gronden in Naarden. En hier werd in 1585 een nieuwe stadswijk gebouwd. Hier ging rond 1610 de moeder van Torrentius en Torrentius zelf, die toen 18 jaar was, wonen. En hier is Torrentius dus opgegroeid. Torrentius is gewoon een latinisering van zijn naam, Jan van der Beek. Dat deed men vroeger wel. Torrens is een bergbeek, hè, in het Latijn. Hij was duidelijk een man met charisma, die veel vrienden had en zeer in trek was bij de vrouwen. Dat zou hem later nog veel plezier, maar ook veel ellende geven. Ik werd vorig jaar gevraagd door Wim of ik tekeningen wilde maken voor zijn Torrentius biografie. Nou, dat wilde ik graag, dat vond ik een grote eer. Vind ik nog steeds een grote eer. Wim had een basistekst met daarin de hoofdstukken die in het boek zouden komen. Dus ben ik meteen begonnen met tekenen. Zoals ik altijd voortvarend aan de slag ga, zijn er ook heel veel tekeningen die uiteindelijk niet in het boek terecht zijn gekomen. Ik pak maar wat. Weet je dat zo? Ja. Dit zou het moment moeten zijn dat het schilderij van Torrentius wordt gevonden aan de binnenkant van het deksel van het krentenvat. En die is het niet geworden? Die is het niet geworden. Het was in zijn Amsterdamse jaren dat hij zijn beroemdste schilderij maakte. Een stil leven wat oproept tot matigheid. Een deugd die je overigens zelf in zijn leven nauwelijks bezeten lijkt te hebben. En wat nu in het Rijksmuseum hangt. Dat schilderde hij toen hij 26 was, in 1614. En het is nog geen 10 jaar geleden gerestaureerd, maar je ziet bijvoorbeeld een enorme beschadigen, die vlek daar rechtsboven. Zie je dat? Ja, ja. En ik snap ook niet waarom het zo hoog hangt. Nee, nee. En ik heb ook voorgesteld om er een ronde lijst, een echt ronde lijst te maken. Ja. Kijk, het is natuurlijk niet voor niks dat het rond is. Het moet door deze deuren zijn geweest dat Torrentius op dinsdag 30 augustus 1627... onder begeleiding van 2 gerechtsboden naar binnen is gevoerd. Nadat het stadsbestuur ook op stoken van een aantal calvinistische en zeer conservatieve predikanten een uitgebreid onderzoek naar hem had gedaan. Hij werd een paar maanden in eenzame opsluiting gehouden, uitgebreid verhoord, 5 keer en 2 keer extreem zwaar gemarteld. We weten dat omdat de beul Gerrit Pieters' zoon in een Haarlemse kroeg daar uitgebreid over heeft verteld. En de getuigen waren daardoor zo geschokt dat ze dat bij een notaris hebben laten vastleggen. Opdat er niets aan zouden nagelaten worden dat tot volkomen kennissen van zijn zaken mogen dienen en de behoren. En de Haarlemse predikanten zaten zeker niet te wachten op een vrijdenker zoals Torrentius. Die kon het kerkvolk alleen maar op foute gedachten brengen. Amsing en Torrentius, zo hebben ze misschien ooit elkaar in de ogen kunnen kijken. De dominee en de kunstenaar, zegt de een tegen de ander.